Gedeelde kennis is het startpunt van innovatie. Waar vakinhoudelijke kennis voorheen gedeeld werd via monodisciplinaire teams, willen wij toe naar vakinhoudelijke ontwikkeling vanuit interdisciplinaire teams. De teams leggen verbindingen met bijvoorbeeld de eerste lijn, opleidingen, specialisten in andere instellingen en patiëntverenigingen. Per diagnosegroep gaan we kennis- en ontwikkelteams opzetten die organisatiebreed, interdisciplinair en locatieoverstijgend zullen zijn. De teams zullen bestaan uit leden die afkomstig zijn uit betrokken disciplines en locaties. Een revalidatiearts is eindverantwoordelijk en het hoofdbehandeleenheid wordt voorzitter. Binnen het team is er, indien gewenst, ruimte voor externe deskundigen. De kennis- en ontwikkelteams zijn voor hun diagnosegroep op de hoogte van de nieuwste technieken, methoden, inzichten, instrumenten, middelen, maar ook goede ideeën en vraagstukken. Ze blijven zich ontwikkelen. Als behandelaar kun je kennis halen en inbrengen, waardoor je jouw behandeling en die van collega's kan verbeteren. Heb je een cursus gevolgd of iets interessants gelezen? De kennis- en ontwikkelteams luisteren en lezen graag met je mee. Het team beoordeelt of er organisatiebreed wat mee moet gebeuren. Kennis delen kan via mail, het forum of via de contactpersoon van het betreffende kennis- en ontwikkelteam. Interdisciplinair en locatieoverstijgend. Zo kunnen we samen en centraal via de teams kennis ophalen, brengen en borgen. Uniform, eenduidig en up-to-date. Wij willen ons onderscheiden door te blijven leren en te ontwikkelen als kennisorganisatie. State-of-the-art zorg blijven bieden aan onze patiënten. Daar gaan we voor.